welkom bij de podcast van Hardlopen. Mijn naam is Peter Veen en deze gaat niet over hardlopen, maar over klimmen. En nu in Portugal, boven aan een klif. Kijk op de oceaan, de golven ketsen tegen de rotsen. En we zijn onder leiding van Bas, zijn we omhoog geklommen. En Bas die doet alles om gewoon nog verder te komen. En voor mij, ik heb redelijk hoogtevrees. Toch iets minder dan ik dacht, want dit was een redelijk heftige klim. Hij was ook niet georganiseerd, behalve dat het Basbaas was. Ik heb heel veel gevoelens gehad. Dus onder andere adrenaline, lol, maar ook wel angst tijdens het klimmen, want het was echt vasthouden wat je vasthouden kon. Op een gegeven moment waren we halverwege een scherp, het was eigenlijk een soort klif, zeg maar rotsen die in het zuiden van de week had. Die gewoon omhoog gaan, daar tussendoor omhoog en dat was redelijk tricky. Maar gelukt, het probleem is je halverwege vast zit en je kan niet meer omhoog, want dat wisten we niet. Dan moet je naar beneden en dat zou echt niet meer gaan, dat was gewoon te heftig. Want we hielden ons vast een beetje met de takjes, worteltjes van kleine plantjes. Die soms vastzitten, maar ook soms zitten ook rotsjes die soms loszitten. En die gaat hier echt, echt met z'n vieren waar. Het was zo gaaf. En zo intens. Vooral nu als je boven bent, is het zo gaaf. Kan ik het aanraden? Nee. Niet georganiseerd. Wij waren eigenlijk een beetje... Ik dacht eigenlijk dat het iets makkelijker zou zijn. Maar als je dan bezig bent, dan wordt het gewoon redelijk stijl. En redelijk heftig. Ik wilde dus de podcast ook niet langer maken. Maar meer dan te zeggen... Dit is wel echt... Het zet even al je zintuigen open. Net als bijvoorbeeld voor de finish van een marathon of een halve marathon. Dan ben je even helemaal alive en kicking, zeg maar. En super gaaf om te ervaren. Wat hebben we van geleerd? Niks. Maar wel je angst overwinnen. Dat is toch wel weer een nieuwe mooie ervaring. Zeggen loop ze. Klim ze misschien. En tot de volgende podcast.